Jullie zijn er dan. Neem jullie mee naar buiten. Voilà. Goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remus. Bea's naam, die nog even terug ligt te slapen. Naar leven. Oei, weer al een brief van open thuis. Jullie sturen wel veel brieven hoor, de laatste tijd. Echt veel. Ik heb mijn nummerje nog eens te goed gestoken. Moet ik me nog eens opnieuw eens printen. Ofwel ga ik mijn naam daar eens op zetten, ofwel Psycho TV. Ja, en ik was ook nog iets kwijt, dus even kijken als dat hier in ligt. Ik weet het niet. Oei. Toch niets. Of toch wel, ik weet het niet. Ja, ja, ho. Jawel, hier ligt hem. Voilà. Hij lag op mijn achterbank. De houder, kijk. Dus nu kan ik mijn vlog... De Factory Boys. Nu kan ik mijn vlog te goed opstarten. Welkom weer allemaal. Een gloednieuwe vlog, mijn naam is Dimitri Remus. Vergeet geen blauw duimpje om te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Want vandaag heb ik ook nog redelijk veel werk. Deze nacht zijn de uploads mislukt. Ik geef dat eerlijk toe. Die ben ik voor de tweede keer nu aan het uploaden. Maar het komt wel goed. De tijden blijven. Ik hoop dat ik die ook dan allemaal ga halen. Want nu is het pas nog maar de tweede video aan het uploaden en het is nog maar 10:14. En weet je wat ik ook nog de laatste tijd veel hoor? De ambulance. Hier in Alleke. En dat is niet leuk. Nee, dat is niet leuk. Maar nu nog mijn bestellingen ophalen bij Alte Corner, daarom dat ik aan het rijden ben. Dus ik zie jullie zelfs weer. Yo. Ik ben ook even de Carrefour in geweest. Ja, voor iets heel leuks. Ik heb allemaal verschillende chocomelkjes gekocht. Kijken welke dat lekkerste is. En die, ja. De lekkerste, ja, die gaan we dan behouden. Dan heb ik ook nog van Atte Corner nog een pot aardbeienconfituur gekocht. Voilà. En dan op bestellingen. De eclairs. Voilà. Deze gaan hier zo in. Die gaan hier dan ook in. Maar dat lukt zo niet. Dus ik zie jullie allemaal zelfs terug. Yo. Tabon. Waar gaat je dat doen? Pauze zetten. Ah, op pauze. Oké. Mensen, de vlog stikt weer al in elkaar. Het is weer al een uur vlog geworden. Zij is nog altijd wat wakker aan het worden. Ik ga nu integraal hier zelfs ook nog wat opruimen. Na de wasserij waarschijnlijk. Maar eerst, jawel, de afwas. Want dat moet ook nog gebeuren. Ja. En dan zelfs om 8 uur heb ik een toernooi. En ik hoop dat ik die win. Want momenteel is maar 1 deelnemer erin geschreven. En dat ben ik. Ik volg toch alles live op. Dus. En jullie weer al zo wat aan het neerzetten. Maar mijn houderke wil dat weer al niet houden. Voilà. Dus ja, ik ga hier dan weer allemaal opruimen. En dat moet ook gebeuren. Hè, schat? Ja, maar ik help je zelfs wel met de rest.
Oké, okay. Je moet al oprapen. Want die schot weg, want die plakken hier echt vast. Gaan we het door? Wat de hel? Waar is hij naartoe gevallen? Hij is naar Ginder. Hier, ik heb hem al. Ah, man. Voilà, kijkers. Dus ik kan jullie niet laten. Ik ga dus even de afwas doen. En dan, ja, zijn we dan naar de wasseretten. Vandaag toch, het zal vandaag toch geen wasseretten worden. Maar ik word zot van binnen. Mijn schat wil niet mee, dus dan doe ik maar alleen. Ik ga even op Pokémonjacht. Want ik wil echt iets doen, want ik word echt zot van binnen. Dan zet ik mij in mijn auto ergens op een gratis parking. En dan go, ga ik op een Pokémon, ja. Olé, hola, want ik word zo zot van binnen. Olé, hola. Want ik weet het echt niet meer. Olé, olé. Want ik moet nog kunnen concentreren voor zelfs. Trackmania wedstrijd, olé, hoela. Ja. Ik heb in mijn armen nu gehoest, de tweede keer. Ik vergeet dat telkens keer. Ik vergeet dat echt telkens keer. Maar ja, ik zie jullie zelfs al redelijk wat Pokémons gevangen. De volgende keer als ik nog eens op Pokémonjacht ga, dan maak ik ook screenshots. Screenshots en dan ja, laat ik dat in een dia-show aan jullie zien waar ik altijd tegenkom. Het kan zijn dat er ook dubbele screenshots tegen moet komen. Dus ja, bepaalde Pokémon spannen 1 tot 2 tot 3, zelfs tot 100 keer. Dus vroeger is het gelijk de Beedles. De Pidgeys. Eens even kijken. En nu ben ik onderweg terug naar mijn thuis toe. Tot z'n video. Ik ben nog even nu op iemand aan het wachten die hier subiet langs mij komt zitten. Je mag met twee. Zullen eens kijken naar buiten toe. Dus ik denk dat ze onderweg is naar mij thuis. Naar mijn thuis toe, naar mijn auto toe. Dus nog even geduld hebben. Het is toch wel een goed weerke buiten, dus we gaan even naar de Mombeekvallei. Daar even... kleine toertje maken. En ja, daar is ze. Oei, ze komt nu langs die kant. Ja? Ik dacht hier even te gaan wandelen, een klein rondje of twee. In de natuur? De Mombeekvallei, dat is hier heel kort bij. Ja? Ja. Misschien hebben jullie het al nu al gehoord wie er bij mij komt zitten. Oh, dat doet goed. Ah, je was ook aan het vloggen. Ja.
Het is maar een klein stukje waar we dat ik moet rijden. Hij gaat er vrienden gaan, dat is goed. Ja. Ah ja, want ik vertrek de terugtrek. Klein toertje in de Mombeekvallei. De buurvrouw van u heeft niks gezegd tegen mij. Hè? Ah, oké. Okay. Had alleen je die gezien? Hij, ja. Ja mensen, dus we gaan eens even een kleine wandelingsje doen. Want voor haar gaat dat echt heel deugd doen, want ik bloedde mij echt open toen ik Pokémon's ben gaan vangen in Hasselt. Echt waar, dat heeft me deugd gedaan. Dat heeft me echt heel deugd gedaan voor eens even nog die luchttriggers op te pakken, buiten. Ja. En dat gaat u ook goed doen. Maar weet je zeker dat we in die bos mogen wandelen? In die natuur? Ja, want dat is een natuur dat ook ons weien kruist. Ja, van mijn ouders. Ja. Dus. Ik ken de mijne meer. Jammer. De Middelbeekstraat. Daar weet ik niet eens aan. Allee mensen, we gaan eens even wandelen. Zo, hier in de Mombeekvallei aankomen en ik zeg het u, hè, die stormen met die wateroverlasten voor de coronacrisis, en wel, dat heeft de natuur wel eigenlijk heel mooi deugd gedaan, want het is echt heel zuiver water. Echt waar, je kunt de bodem zien en dat is nice. Alleen één ding jammer. Ik heb een verbod gekregen voor hier ergens in Alkmaar nog gaan te magneetvissen. Dus ik had hier ook eens gedacht dat ze terug komen te magneetvissen. Maar ik heb een verbod gekregen. Dus ik moet dat per gemeente wel zelf gaan aanvragen, heb ik dat de indruk. Dus dat gaan we dan ook wel doen. Waar ik permissions krijg, dus toestemming krijg, daar ga ik dan ook wel nog eens gaan magneetvissen. En nu ben ik samen met mijn schatje aan het wandelen. Oh, sorry schat. 1,5 meter afstand. Ja, sorry. Ja, dat moet hè. Dus we gaan hier nu nog even een kleine natuurwandeling maken. Dat doet ons dus deugd, want het is ook heel schoon weer. Wat is er? Allee, mensen, tot zelfs. Yo! Kut! Mijn ding vliegt er weer al eens vanaf. Mijn klein fout. Houderke. Voilà. Maar dat was mijn fout dat die nu los kwam. Ah. Nee, ik had die losgemaakt. Ah, ja. Ja, doordat ik je gsm al uit had, weet je wel. Ja, dat is wel waar. Dus dat was mijn fout dat die dan soms uitvalt. Ja, het is hier in één keer een truckverkeer. Man, man, man. Zie je hoeveel witte lakens hier. En dan hier staat iets heel moois opgeschreven. Kijk. Respect. Ja, of respect. Hier hangt tenminste veel uit, hè? Ja. En hier ook. En, oh, die hebben ze weggehaald. Die hangen hier echt vol. Zit je mocht zelfs niet meer op het speeltuintje. Hangt hier nog iets op? Ja, hier nog eentje. Hier ook nog eentje. Uw mama is wel lief. Dat is wel waar. Zeg dat maar op maar tegen de kijkers. Ja. De mama wil ons morgen ook nog soep geven. Maar we hebben nu lekkere spaghetti. Ja, die we lekker gaan opeten. Nee, als we thuis zijn gaan we die opeten. We kunnen die nu toch nog opeten. Nu nog niet, nee, maar ze bieten wel, hè. Ja, maar je zei nu. Ah, maar dat gaat toch niet met vork, zonder vork en lepel. Dan ik deel je mond vol. Ja. Wat zijn ze hier aan het doen? Aan het leven, hè. Dat zal alle keer staat niet stil, hè. En nu tijdens de coronatijden. Blijven ze gewoon aan het werk.
En waarom heb ik mijn winterjas nog aan? Ik weet het niet. Waarom heb ik mijn winterjas nog aan? Ook geen idee. Dus eigenlijk zo warm dat je geen winterjas meer nodig hebt. Warm maar zondag. Ja, dan wordt het koud, ja. Wat koud? Wordt het dan warm? Het wordt 20 graden. Oh, dan heb ik niet meegevolgd. Damn, het wordt echt warm. Voor mij is 25 graden veel meer waardig. Dat vind ik een goede temperatuur. 25 graden? Ja. Bij mij mag het 30 graden zijn. Waarom? Dan kan ik zo heerlijk gaan zwemmen buiten. Oh. En dat gaan we ook doen bij mijn ouders. Ik zei nog tegen mama, het lijkt me wel leuk om in die zwembad te zwemmen. Voilà. En mama zei, ja, dat is goed. Of ja. Oh. En toen had ze een heel verhaal over de zwembad gezegd, over de groen water en zo. Ah. Ik weet niet of je die verhaal kent. Ja, dat hebben we ieder jaar. En onze Cindyke en de Mirjammeke zitten ook buiten. Allee, ik ga jullie laten. We zijn nu aankomen op mijn appartementje. Heel veel bedankt om te kijken naar mijn vlog. Ja, het is weer al een andere dag. Ik ben weer met een vlog vergeten af te ronden. Dus vergeet geen blauw duimpje om mooi te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online komt. Dus, bij deze, jullie gaan het zien de volgende dag dat ik hier ook met dit ga beginnen. Tot morgen. Ciao.